Zangfestijn, ja, dan is het dus het grote moment. En dan komen we met heel veel mensen bij elkaar. Dus er komen ongeveer zo'n 1000 mensen uit het hele land. Allemaal verlangend zijn om de nieuwe liederen weer te leren. Bijzonder om voor zoveel mensen toch iets te mogen zingen van Gods grootheid, om iets uit te stralen, iets uit te dragen naar die mensen toe, om ze te bemoedigen, hart onder de riem te steken, om toch die mooie woorden, om die toch over te brengen op de mensen. Ik probeer altijd in gesprek te zijn met God. Van, hier werk ik met de Heilige Geest door het lied heen. En gebruik mijn stem en verleen de kracht aan. Zodat het inderdaad mensen harten zal raken. Dat het niet aan de oppervlakte blijft, maar dat het echt iets zal doen bij de mensen. Ik begin dan met zo'n gitaartje, zeg maar, zo'n wakker wakker wakker, een beetje gek gitaartje. En dan, met zo'n heel gek drumloopje, zeg maar, erbij. Dus zoiets dacht ik van, dat lijkt me wel heel leuk om dat ook eens te proberen in zo'n liedje. Dus dan ga je een beetje knooien, hè. Zoiets. En dan zingen erbij. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. De opwekkingsmuziek, wie kent het niet? Al jaren mogen we zegen zijn voor veel kerken en mensen die de opwekkingsmuziek gebruiken in hun aanbidding. En dat willen we ook de komende jaren blijven doen. Want het is prachtig om zo ons land te mogen dienen. En daar kun jij deel van zijn. Daarom wil ik je uitnodigen om vriend te worden van opwekking. Om mee te dragen, mee te bidden. Om door je vriendschap bij te dragen aan datgene wat God in Nederland aan het doen is. Ook door de muziek van opwekking. Word vriend van opwekking. En wees een zegen voor dit land.